Op de Muldersweg in Etten-Leur schoot de politie dinsdagmorgen 12 maart een verwarde man neer. Politiewoordvoerder Dick Advocaat vertelt wat er precies is gebeurd. Wij kregen iets voor 8 uur vanmorgen een melding dat er een verwarde en agressieve man op de Geerkade zou lopen. Nou, daar zijn we gelijk met meerdere collega's ook naartoe gegaan. Toen we een zoekslag in de omgeving maakten, kwamen we uit op de Muldersweg. Daar troffen wij die man. Nou, die man was gelijk heel agressief, ook richting de collega's. Had een mes in zijn handen. En eigenlijk omdat de situatie zo dreigend was, is er een waarschuwingsschot gelost. Nou, die man die reageerde daar niet op. En die kwam steeds dichterbij en die nam nog steeds die agressieve houding met dat mes aan. En daarop is er besloten om gericht te schieten. Daar is die man ook bij gewond geraakt, in zijn buik. Nou, de traumahelikopter en de ambulance zijn gekomen. En uiteindelijk is die man met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nou, op dit moment doen we ook nog onderzoek wie die man nou precies is. En we hopen dat er misschien mensen zijn die vanmorgen ook zijn benaderd door die man of hem hebben zien lopen. En wij vragen hen dan ook dit bij ons te melden. Ja, want je zegt agressief benaderde de mensen. Op welke manier? Nou, op welke manier, dat is mij op dit moment niet bekend. Maar dat waren 2 wandelaars die hier voorbij liepen. Nou, die werden wel zodanig door hem benaderd dat zij dachten van nou, dit is niet normaal. Die hadden ook dat mes gezien. En die hebben daardoor gelijk de politie gebeld. En daar zijn we gelijk op gaan investeren. Hebben jullie het vermoeden dat een man hier uit Etten-Leur komt? Nou, daar kan ik nog niks over zeggen, omdat we nog niet weten wie die man is. Dus daar doen we nog onderzoek naar. En hoe is het nu met de man? Nou, hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Nou, daar wordt natuurlijk gekeken wat de precieze verwondingen zijn. Dus ja, op dit moment is het voor ons verder onbekend hoe dat die man er nou aan toe is.